Willen jullie een Baldur's gate momentje? Dan krijg je een Baldur's gate momentje. Ik ga er even oh, voor zitten. Bart oh. We hebben onze Resident Bard. Ja, nu... Hij is een Hello. beetje vals. <laughs> nou ja, bart, bart ook. <laughs> Goed, Baldur's Gate 3. Uh, ik kan met vreugde zeggen dat we eindelijk act 1 hebben afgesloten. Dat hebben we door oh, nice. de hele map te kleren. En. Moet ik stoppen? Mag. <laughs> en dat. Gebeurde op, op zo'n vette manier. We hebben uiteindelijk uh, een route gekozen. En erg, we zien wat mensen staan. En we denken: Nou, laten we eens even kijken. Want we hadden nog één quest openstaan. Uh -huh. En die mensen, they weren't nice people. <laughs> en ja, um, ik, ik, uh, mijn karakter kwam dus in een. In een, in een cutscene terecht. Wat een cutscene. En uh, cutscene, ik, ik draag een, ja. een, een, een artefact bij me. En we hadden van tevoren al gezien, die mensen zijn level 12, uh, level 12 character met een level 10 draak. Mm -hmm. Wij zijn level 6. De level uh -huh. cap in het spel is level 12. Oké. Okay. Oh. En dat gaat niet lineair, dat gaat exponentieel, zeg maar. Oh. Dus level, zeg zijn oh. oh. niet op level 12 oh. twee keer zo sterk. is. Nee, het is echt heel, 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 heel veel meer sterker. Prima, wij gaan in gesprek. In gesprek. En ze zeggen: van, Hey, dat that artefact, dat is van ons. Je bent nu in combat. Gelukkig ging de draak weg, want het was een arrogante prik. Die dacht dat ze is het wel elkaar konden krijgen. Dat was niet. Oh hey, ja, was niet. Dat was um, Maar dat was wel. We zaten met z'n allen zo van. Oh Heeft hij nou dat artvak meegenomen? Wat de fuck is er gebeurd? Nee, ik, ik had het artvak aan het eind nog maar. Heb je niemand verteld? Nee. Nee, dat wel, dat wel. Maar dat was wel weer, weer zo'n out of the fucking blue moment. Dat je zegt van: wat? Oké, okay, we okay. krijgen character building. Schijnbaar, Wat de hel. Zeg maar, in één keer op een willekeurige plek gaat het verhaal weer even tien passen vooruit. Mm -hmm. Dat is vet, want je weet nooit wanneer dat gebeurt. Want het kan zijn dat je een of andere random sidequest uh, terechtkomt. Of je krijgt zeg maar uh, een mooi mooie, mooie vervolg van je, van je main story. Een ander moment is dat ze in één keer een, een heel vet character moment. Van een of van onze medespelers hadden oh, ja. uh, wij spelen dus met z'n vieren online iedere maandag minimaal iedere maandag uh, dat betekent wel dat we heel veel van de character creation moeten uh, character dingetje moeten missen want eigenlijk is niks meer gevoiced onze characters zijn niet meer gevoice omdat wij ze zelf spelen um, okay. uh, en daarmee dezelfde mis... voice acting uh, een beetje alleen iedere keer dat ik mijn soundboard gebruik dan krijg ik zuchten uit uh, discord hoe zou dat nou komen ja maar ik bedoel dus een, dus een dark vader impression dat gaat niet goed in die wereld <laughs> ah it's fine ik had een gekke helm op gewoon een een heel teder en in één keer uit het niets uh, character building moment. Waarbij onze mage die zich normaal gesproken Jan en allemaal in de fik zet. En naakt rondrent. En doorgaans, al, en rondrent, en doorgaans als eerste zeg maar altijd dood is. Mm -hmm. Omdat hij het niet kan laten om voorop te lopen. Weet? Als meest squishy character van nee, de hele party. We hebben een barbarian en ik heb, ben een heavy armor cleric. <laughs> en hij loopt voorop. Dus hij gaat om de Haverklap dood. Nou, onze Firemace werd gevraagd zich op te offeren in een Blaze of Glory. We hadden allemaal zoiets van: Well, let's go. What's in the name? Ik zou gewoon ja zeggen. <tie> je doet maar. Ja, dat, uh, dat, dat lijkt je op het live geschreven. En ik kan tot groot genoegen zeggen dat ik uh, afgelopen spelsessie dan niet degene was die de comment heeft geïnitieerd. omdat ik iets had gejat of zo. Nice. Ja. Je, je was niet degene die de ads had gepoeld. <laughs> nee, precies, precies. <tie> um, Eerst was het uh, was het, uh, zeg maar de zeg die weer voorop liep en uh, zei dat hij uh, we, uh, we hadden een een hideout gevonden van wat dieven. Nou dat kan, weet je. Nee, um, we hebben dus schijnbaar ergens 20 uur geleden. Hebben we een ander groepje daarvan gevonden. En hun loot hadden we ook gevonden. Maar die hebben ze er waarschijnlijk ergens tussendoor verkocht. Want we wisten niet wat we ermee moesten. Uh, dus zijn enige opties waren van ik weet niet waar je het over hebt. Van oh dat. Ja nee die, die ben ik kwijtgeraakt. Oh, dat was handig. niet het antwoord waarop ze wachten. Dus, dus nee. toen uh, moest daar even zeg maar. Combat? Ja. <laughs> ja. Combat. En, <laughs> en, <laughs> en daarna heb ik er weer iemand aan geluisterd. <laughs> zeg maar, ja, her en der in Baldur's Gate heb je uh, gewoon fire barrels staan, basically. Als je daar een firespel op gooit, dan ontploft de boel. Mm. En dat kan ook ge gevolgen hebben voor je environment en dergelijke. Bruggen kunnen opgeblazen worden. Dus ik dacht: van, er wow. staat niemand bij en daar ligt een trap naast. Als ik nou die barrel laat ontploffen, dan ontploft die trap misschien ook. Uh -huh. eh? eh? Aha, Daar was niet. <laughs> nee. Maar zeg maar iets laten ontploffen, dat doe je ook niet zeg maar in Nee, dus nee, dat nee, is niet, dus nee, niet bepaald. Nee. Dus e toen kwam expensive. er iemand aanrennen van, hey, wat was dat? Toen deed ik van, I don't know." En toen gingen ze aan, zeg maar, dus de andere body vragen. Hé, hey, wat was er? Zei ja, opgeblazen. Ja, dat was ook weer niet het goede antwoord. Ah, ze weten echt niet wat ze willen. Nee, nee, ik denk ook, ik ook. Sintjes cijfers, wel mooi hoor. Ja, dus uh, blaas een keer iets op. Ja, ja precies van de kleine geitjes. Nou ja, dat was even mijn bald Dat is een, een, ja, een... Ja, precies de tijd. is wordt ja. goed, man. Les, wat vond jij ervan van ja, de dag? Ja, super, ja. echt wel het laatste stuk de, de ontploffingen en zo. Ja, ja, ja nee, door iemand een iets doms deed. Ja, nee, dat, 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 dat wordt was... direct zo aan jouw les Je hebt altijd het luisterende oor. Ja, zo zei.